Polly Pocket. En dit is Pollyville. De beste plek als je graag een topdag wil beleven. Take a look around your ordinary world. Shake it up with this extraordinary girl. Let's go, Polly. Let's go, Polly. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting. Ik ben met mijn vrienden naar de Ponyville kermis gegaan voor een rustig dagje uit. Hey, oh, kijk eens aan. Maar dat is duidelijk niet gelukt. Allemaal dankzij één kleine... Daar zit hij, op het strand. Ik zag hem net lopen aan de andere kant van de pier. Wacht, daar is hij. Daar is de puppy. Ik snap dat je misschien een beetje in de war bent. Nou, ik ook. Dit is hoe het verhaal begon. Oeh, ik wil in het reuzenrad. Nee, we gaan eerst nog even in de achtbaan. Als jullie maar niet vergeten dat we ook nog naar het strand zouden gaan om schelpen te verzamelen. Oh, wat lief, een puppy. Ja, maar wat doet hij hier nou op de kermis? En hij is helemaal alleen. Het is maar een theorie, maar volgens de meest logische hypothese is iemand hem kwijt. Volgens mij is het meer dan een theorie, Shani. Kijk, hij is echt vermist. Oh, hemeltje, we moeten zorgen dat hij weer thuis komt. Ik vraag me af of hij wel lief is. Zo te zien wel. Dit kleine vriendje wil gewoon spelen. Ja, hij is goed in verstoppertje. Dat ziet er gek uit. Bij jou ook, hoor. Oh, maar laten we nu maar weer op zoek gaan naar die puppy. Daar is hij. Nee, Lia. Hij loopt daar. Nee, Chrissy. Ik zie hem daar staan. Ik heb bijna het idee dat er hier meer puppy's zijn. Dat is waarschijnlijk gewoon een optische illusie door de spiegels. Maar hoe kunnen we hier binnen dan ooit weten waar die echt is? Dat kan niet. Want de puppy gaat net weer naar buiten. Kom mee! Daar gaat hij! Nu hebben we hem, hoor. Wacht, waar is hij naartoe? Daar! Geen idee. Ik heb nog nooit gelezen over zulk gedrag bij een zoogdier. Kijk! Maar hoe is hij daar nou weer terechtgekomen? Daar gaat het nu niet om. Grijp hem! Oh, zeg me dat dit niet waar is. Dat kan ik je wel zeggen, maar dat verandert niets aan de waarheid. Als die daar boven zit. Ik weet al wat. Kom mee. Zodra we bovenin zijn, kunnen we de puppy pakken vanuit het reuzenrad. Dit geloof je niet. Nu loopt hij gewoon weer daar. Maar hoe heeft hij dat zo snel gedaan? Wacht, kijk. We rennen nu steeds wild achter hem aan, maar we hebben hem nog steeds niet te pakken. Als we die puppy willen vangen, hebben we een plan nodig. Lia, jij hebt meer huisdieren dan ons allemaal. Heb je een idee? Oh, nu je het zegt, ja. Ik weet hoe we de puppy kunnen vangen.
We moeten niet steeds achter hem aanrennen, maar zorgen dat hij naar ons toe komt. Door wat lekkers voor hem neer te leggen. Hier, jongen. Ja, lekker op heel erg yummy. Wil je wat lekkers? Kom naar beneden. Wat? De popcorn is op. Tot zover het goede plan. Kom mee. Daar is hij, op het strand. Ik zag hem net lopen aan de andere kant van de pier. Wacht, daar is hij. Daar is de puppy. En nu weet je dus net zoveel als wij. En dat is niet veel. Het is allemaal best wel raar. Het lijkt net alsof die hond op twee plekken tegelijk kan zijn. Maar dat is echt onmogelijk. Of niet? Namelijk doorheen gerend. Kijk, dus nu volgen we gewoon het spoor. Aan zijn pootafdrukken te zien is hij op het strand. Zo is het bijna te makkelijk. Hij is daar onder de pier gegaan. Ja, en aan die kant kwam hij er onderuit. Kom mee. Hou je ogen goed op die afdrukken. Met zo'n duidelijk spoor kan ik me echt niet voorstellen dat die kleine puppy ons nog ontkomt. Ik wel. Oh, nee, hè. Hoe kan dit nou? Ik heb geen idee. Maar er is één ding dat ik wel zeker weet. Wij gaan die puppy vinden. Als we ons verdelen, kunnen we achter alle sporen aan. Chrissy? Molly, ik zie de puppy. Hij loopt weer over de pier bij de spellen. Ik kom er meteen aan. Leah, Chrissy heeft de puppy inmiddels gevonden. Chrissy? Maar ik zie de puppy hier lopen. Hij rent hier gewoon voor me over het strand. Serieus? Het strand? Oké, rustig. Ik kom meteen jouw kant op. Laila, ik heb het nu eventjes druk. Te druk om een puppy te komen vangen? Ik zie hem nu vlak bij de achtbaan zitten. Maar hoe kan het? Laat maar zitten, ik kom eraan. Molly, kom zo snel mogelijk richting het reuzenrad. De puppy zit hier voor me. Maar Laila zegt net dat hij bij de achtbaan zat. Huh? Ik weet niet waarom ze dat zei, maar ik zie hem hier nu echt zitten. Kijk maar. Dat lijkt me duidelijk. Goed gedaan, Shawnee. Lia, Laila, Chrissy, kom nu snel hierheen. Ik zou wel willen, maar ik heb het nu te druk met de puppy in de gaten houden. Oh, nee, hè. Ik snap echt niet hoe dat kan, hoor, want ik zie hem hier nu vlakbij zitten. Ik denk dat jullie allemaal een bril moeten gaan halen. Maar dan wel nadat jullie me geholpen hebben met de puppy. Want hij zit hier recht voor me. Ik begrijp er niets meer van. We zien hem hier toch echt allebei. Het logische gevolg is dat anderen het mis hebben. Het is mogelijk dat ze door al dat heen en weer gerend in de volle zon een lichte zonnesteek hebben opgelopen, waardoor de kans bestaat dat ze dingen zien. Huh? Molly? Het lijkt me simpelweg onmogelijk dat Chrissy, Leah en Laila de puppy alle drie tegelijk konden zien. Zeker aangezien Sean en ik hem toen ook zagen. Maar ik vertrouw mijn vriendinnen en twijfel niet aan ze. Zelfs als daardoor iets onmogelijk lijkt te zijn. Dus ik vergeet nu maar even wat er wel en niet mogelijk is en probeer de zaken te bekijken vanuit een ander standpunt. En vanaf hier kan ik alles heel goed overzien. Ik kan de hele kermis bekijken en het strand en... Huh? 1, 2, 3, 4 puppies! Oh, nu begrijp ik ineens hoe het kan dat die hond op twee plekken tegelijk was. Maar hij, ik bedoel zij, zullen nu niet meer ontsnappen, hoor. Oké, Laila, ik heb nu een goed beeld van jou en de puppy die voor je loopt. Als je links gaat, kun je hem afsnijden en grijpen bij de pier.
Dankzij jouw hulp, Polly, kon de puppy me niet meer ontglippen. Dat was een heel goed plan. Dat was het zeker. Het was zelfs zo goed dat we nu allemaal een puppy hebben. Maar hoe kan het dat we nu ineens zoveel puppy's hebben? Omdat er de hele tijd al vier waren. Kijk! De puppy's! Wacht heel even. Mijn mami zal jullie een beloning geven. De puppy's zijn terug. Ik ga snel naar mami. Jullie hebben de puppy's. Ze zijn eindelijk weer thuis. Wie zijn jullie? De puppy's. Ze zijn er weer. Ik ga snel mami halen. Snapt iemand nog wat hier gebeurt? Oh, kijk nou toch. Daar zijn de puppy's van mijn meisjes. Aha. Vier dezelfde puppy's voor vier dezelfde meisjes uit een vierling. Echt ontzettend bedankt. Ik zal een beloning voor jullie halen. Oh, dat hoeft niet. Dat de puppy's weer veilig zijn is al genoeg beloning. En trouwens, wij moeten nog even gaan ontspannen op de kermis. Nou, het was niet makkelijk, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Polly.